het museum Jan Korver. En dat is een museum over het radiocentamateurisme in Nederland. Om helemaal duidelijk te zijn, het legale radiocentamateurisme. Jan Korver is een radiopionier, die leefde aan de eerste helft van de vorige eeuw. En toen was radio nog heel embryonaal. Ik ben zelf centamateur sinds 1961. En ik zag een heleboel van die geschiedenis en apparatuur verdwijnen. Ik vond het uiteindelijk best jammer. Ik ben nog een oorlogskindje, een verschrikkelijke bewaarder. En ja, alles was mooi, alles was leuk. En ik heb dus van alles bij elkaar gescharreld. En toen ik op een gegeven moment vanuit het Wilde Westen naar Brabant verhuisde, toen zagen we kans om een huis te kopen met een beetje ruimte om ons heen. Dus ik dacht, het zou toch eens mogelijk moeten zijn om hier iets op te bouwen waar we dat voor anderen toegankelijk kunnen maken. Het merendeel van de bezoekers bestaat uit centamateurs of mensen die daarvoor bezig zijn, die het eigenlijk allemaal al weten. Jongelui is helemaal een ramp, want ja, heel eerlijk gezegd, die magie van de radio of de draadloze, zoals dat destijds genoemd werd, is natuurlijk een beetje over. Zo'n jonge knaap is niet meer te imponeren. He, die heeft alles al beleefd en die kan zich niet meer voorstellen dat er geen televisie bestaan heeft. Geen televisie. Hoe heb je dan geleefd vroeger? He, dus, en als wij hier met een amateurzendertje zo'n sputterende korte golfverbinding maken, dan denkt zijn eigenwijze knaap, wat doet die man moeilijk? Als ik mijn gsm'tje pak, dan kan ik hem zo bellen, die kerel. Wat heeft dat nou voor zin? Nou, dit is een replica van een amateurstation uit de 30er jaren. Dat is gebouwd door een goede kennis van mij, Fred Marks, panel MER. Het is een beetje uit de nood gebouwd, want uit die jaren is niet zoveel apparatuur meer voorhanden. Wat er al bestond, dat is in 1939 door de Nederlandse overheid ingenomen. Dat is in de oorlog opgeslagen geweest. Daar is veel verloren gegaan. En na de oorlog wat van de mensen die de oorlog hadden overleefd, die hebben het gedeelte teruggekregen. En dat is natuurlijk ook verloren gegaan. Ik was 8 jaar toen die oorlog afgelopen was. Ja, en toen wist ik nog van geen radio af. Nou, dit gedeelte hier, dat is de zender. Hier de oscillator, de driver en de eindtrap. Alles helemaal open. Je kon zien hoe de stroom liep, dat was wel makkelijk. Hier staat het voedingsapparaat van de zender, wat de hoogspanning opwekte. Hier zal je in bedrijf niet aankomen, want dan begin je licht te geven. En wat hierachter staat is de ontvanger. Hier zo staat de voeding van de ontvanger. En daarachter staat de modulator. Nou, zo'n apparaat, dat was de golfmeter. Dat was een ding om de golflengte, tegenwoordig spreken we liever van frequentie, van die zender te bepalen. Want je moest natuurlijk wel precies binnen die aan amateur activiteiten toegewezen frequentie blijven uitzenden. Werd erop gecontroleerd? Daar werd op gecontroleerd. Er bestond toen al een radiocontroledienst. Goeie zaak. Ja. Schrijft het kaf van het koren? Nou, kijk, die korte golfverbindingen, die waren natuurlijk in die tijd heel erg belangrijk. En als daar amateurs of illegale zenders een beetje door die porseleinkast heen gaan stampen, dan konden die officiële verbindingen niet goed verlopen. Dus daar werd op toegezien dat iedereen zich aan de regels hield. Dat wordt tot op de dag van vandaag nog gedaan. Dat is niks bijzonders. Nou, in het begin hebben ze natuurlijk hele zinvolle dingen gedaan. Er was nog nauwelijks fundamenteel onderzoek naar dat hele medium. En met hun geëxperimenteer tegen beter weten in, hebben de radioamateurs een heel aantal zaken ontdekt. Bijvoorbeeld het praktische gebruik van de korte golf.
De gevestigde wetenschap had vastgesteld dat de radiogolven, als het lange golven waren, met het aardoppervlak meebogen. Dus men stelde zich op het standpunt, alleen die lange golven zijn interessant en de rest heb je toch niks aan. En die eigenwijze radioamateurs, en met name in Amerika, die werden een stuk band toegewezen, zo, zoek het daar maar uit, daar hebben we toch niks aan. En die ontdekten dat die korte golf niet onder alle omstandigheden, maar op bepaalde uren van de dag en onder bepaalde omstandigheden kon je daar met heel weinig energie enorme afstanden overbruggen. En dat was natuurlijk heel interessant. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Rum and Coca-Cola. Rum and Coca-Cola. Working for the Yankee dollar. Dat was een vonkzender. Daar is het mee begonnen. Er staat zo'n ding achter je rug. En daar... Daar kon men dus afstanden mee overbruggen. Nou, niet al te veel, maar kijk, het was draadloos. En dat was op dat moment zo'n ongelofelijke stap die men maakte om met iemand verbinding te maken die je niet kon zien en heel ver weg was en daar rechtstreeks een verbinding mee te onderhouden. En een heel simpel voorbeeld, we hadden in die tijd natuurlijk ook auto's. En met name de T-Fortjes, die hadden een bepaald soort bobine erin zitten. Ook T-Fortjes gingen naar de sloop en de amateurs ontdekten, als je zo'n bobine gebruikte, daar kon je al een heel eenvoudig vonkzendertje mee maken. En dat is voor heel wat lieden de opstap geweest naar hun latere hobby. Er werd een geheime dienst op poten gezet. Er werden allerlei doldrieste jongelui tot geheim agent opgeleid. Die werden in Nederland gedropt of met bootjes afgezet, met een zendertje bij zich of met een aparte telegrafist. En die moesten hier dan informatie vergaren om daar Engeland op de hoogte te houden, wat er hier allemaal gebeurde. Dat blijkt als je in bezet gebied zit, om de duvel niet mee te vallen, om met zo'n simpel apparaat betrouwbare verbinding met Engeland te maken. Nou, dat stond de zendamateurs natuurlijk op hun lijf geschreven. Die hadden nog nooit anders dan met hele primitieve spullen en onder geïmproviseerde omstandigheden gewerkt. En er zijn dus nogal wat van die zendamateurs tegen wil en dank in het verzet geraakt. En dat is voor heel wat lieden fataal afgelopen. Maar de geallieerde strijdkrachten hier in Europa, die demobiliseerden. Al die soldaten die gingen weer fijn naar huis. En hun uitrusting die bleef eigenlijk in Europa achter. Alle auto's en wapens en kleding en schoeisel, alles wat we maar kwijt moesten, bleef hier achter. En ook de radioapparatuur. En daar had nou die amateur natuurlijk heel veel belangstelling voor. En hier zien we een voorbeeld van de bekende 19-set. Het is zeker niet het beste apparaat wat de Tweede Wereldoorlog voortgebracht heeft, maar wel het meest verbreide. Hier staat hij in een Canadese uitvoering. En het opvallende daarvan is dat alle teksten zowel in het Engels als in het Russisch erop staan. Want zoals we weten waren de geallieerden samen met de Russen één tegen Nazi-Duitsland. En deze apparatuur is dus op hele grote schaal ook naar Rusland vervoerd.
Ja, u moet het niet vergeten, die dingen waren primair ontwikkeld voor gebruik in voertuigen, panzervoertuigen. Vandaar die tralies ervoor, want die mensen die mochten best heen en weer geslingerd worden, die mochten zich best bezeren. Als ze toch maar vooral de knoppen niet verstelden, want dan hadden ze geen verbinding meer. Als zo'n 19 set in een vaste opstelling stond, dan schoot het vermogen vaak tekort. Hè. Als zo'n ding in de bloei van zijn leven is, dan levert hij een watt of 6 hoogfrequent. En dat was wel eens wat weinig. Dan hadden de Engelsen bedacht, we maken een high power, een hoogfrequent vermogenversterker. En dan kunnen we dat vermogen van de 19 set versterken tot een watt of 50, 60. En daar in combinatie daarmee, daar was dan een rolspoel voor de antenneaanpassing. Overigens, die rolspoel is een uiterst zeldzaam apparaat. Nou, hier zien we de standaard uitrusting van alle Engelse bommenwerpers uit de Tweede Wereldoorlog. De zender de T-1154 en de ontvanger de R-1155. Voor heel wat amateurs de basis van hun hobby geweest. Hier zien we nog een advertentie van zo'n T-1154 van een Haagse dumphandeltje uit die tijd. De Radio Ster bestaat overigens nog steeds. En daar zien we dat die kaart is uit 1953. Daar kost zo'n zender, wat staat erop, 27,50 gulden franco thuis door heel Nederland. Nou, dat is een ongekend bedrag, daar zul je het nu nooit meer voor vinden. Maar goed, in die tijd gingen nog 2 cent op een postzegel, dus het was toch een heel andere tijd dan we nu hebben. Toen ik 16 jaar was, dat is al even een paar dagen geleden, was dit mijn eerste ontvanger, of zo'n ontvanger. Want de ontvanger die ik toen kocht, die heb ik natuurlijk helemaal gesloopt en vernietigd. Ook ik heb van die zwarte bladzijden in mijn leven. Maar dat was in die tijd een geweldig ding, vonden wij. Ik dacht aanvankelijk dat ik het 8e wereldwonder kocht. Kostte me ook een macht geld, 175 gulden. En hoe ik dat ooit bij elkaar gekregen heb, dat weet ik nog niet. Ik moet zeggen, het is altijd wel een les voor me. Want ik heb nu nog een zoontje die zich er helemaal de krampen werkt met krantenwijken en bij baantjes bij benzinepompen. En dan koopt hij voor zijn zuurverdiende geld cd's met muziek erop die ik totaal niet wil horen. Maar ja, dan denk ik maar hieraan, want mijn ouders hebben net zo verwonderd gestaan in die tijd als ik nu. Wat we hier zien is de National HRO, in dit geval de HRO 7. Dat was een klasse ontvanger in zijn tijd. Die vond je bij allerlei officiële diensten als rederijen en Scheveningen Radio en dergelijke. Het bijzondere daarvan was, als je daar van band wilde veranderen, dan haalde je het hele complete spoelblok eruit. Hier heb je het hele spoelblok van zo'n ding voor een bepaald frequentiegebied. En hier zie je nog een aantal van die sets staan. Dan kon je er zo'n andere spoelblok inzetten voor een ander frequentiegebied. Een geweldig ding, in zijn tijd natuurlijk. Hier staan wat vertegenwoordigers van toen het allemaal wat beter ging in Nederland. Er was een Amerikaanse fabriek, Heatkit, en die leverde apparaten in kitvorm. Dan kocht je een hele doos vol met onderdelen en alles, chassis, alles was voorgeboord. Met een hele duidelijke beschrijving erbij kon je dat step by step in elkaar zetten. En als je dan klaar was, dan had je een apparaat wat je helemaal begreep. Wat je zelf kon repareren en afregelen. En wat er bovendien nog heel appetijtelijk uitzag ook. Nou was er in de dump een Engels navigatieapparaat te koop. Dat had in de oorlog in Engelse bommenwerpers gezeten om hun doel in Duitsland te vinden. Maar die amateur interesseerde eigenlijk geen lor wat het was geweest. Het ging er hem om. Er zat een beeldbuis in en er zat hier een hoogfrequent unit en een middenfrequent. En als hij dat een beetje aanpaste, dan kon hij daarmee verpletterende indruk maken op vriend en vijand door televisie te ontvangen. En dat gebeurde. Dit apparaat is dus aangepast en hier kon je tv op zien. Heel klein, natuurlijk was het maar ter grootte van een briefkaart. En het was lichtgroen en donkergroen, maar het bewoog. Het was televisie. Overigens had je dit hele theater al nodig om het beeld te ontvangen. En om het geluid te ontvangen, had je nog een losse geluidsontvanger nodig. Want intercarrier sound was nog niet eens uitgevonden. Nou, hier nog zoiets door een andere amateur. Gewoon gemaakt met de spullen die toen op de markt waren. En naar hun eigen inzichten aangepast. Het ware amateurisme.
Ja, ook ik heb jarenlang mijn brood moeten verdienen. En dat heb ik gedaan als opsporingsambtenaar van de radiocontroledienst. Waarbij we dus belast waren met het opsporen en in beslag nemen van illegale zenders. En dat gebeurde onder meer met deze apparatuur. Ziet er nou ook wat primitief uit, maar ik zal je vertellen dat in 1970 was dit een uiterst modern apparaat. Wat iemand een zakdoek uit zijn broekzak peilde. En wat heel wat mensen noodlottig is geworden. Dit apparaat hier, dat heb ik misschien wel 15 jaar in mijn auto gehad. En dat gebruikten we om illegale FM-zenders en televisiezenders mee uit te peilen. Dit is nog wel een aardig ding. Een prespapier van Radio Veronica. Dat heeft Bul van Weij destijds laten maken toen Radio Veronica uit de lucht ging. Op 31 augustus 1974. En daar hebben wij ook een exemplaar van gekregen. Want in die tijd hebben een collega van mij en ik samen de zenders van Veronica verzegeld. Toen ze Nederland binnenkwamen varen. En korte tijd later van boord gehaald. Ja, maar tijden veranderen natuurlijk. Hè. We moeten niet vergeten, als je in die tijden van Jan Korver een afstemcondensator wilde hebben, dan had je de keus om een plaat zink of als je veel geld had een plaat messing te kopen en een bosje figuurzaagjes. En je was 3 maanden aan het knutselen voordat je een afstemcondensator had. Wat jaren later lag die afstemcondensator voor 2,50 gulden in de winkel te koop. Dan ga je hem niet meer zelf maken. Dat is nu met apparatuur. Daar heeft die Japanse pret-elektronica zich opgestort. En die maken hele vernuftige dingen op een manier waarbij je het onmogelijk nog zelf kunt maken. En als je het maakt, wordt het 4 keer zo groot. En 5 keer zo onhandig. En nog een aantal keren duurder. Dus dat verandert. Als het niet verandert, zaten we nog precies dezelfde manier te prutsen als in 1910.